vandaag op de Nationale Raad van Bestuur, maar als ik me niet vergis, zit u ook in de Provinciale Raad van Bestuur. Ja. Wat is het verschil tussen de twee niveaus? Wel, ik zou zeggen, nationaal probeert je meer een algemene strategie uit te stippelen. De grote beleidslijnen die met NEOS te maken hebben, die worden daar besproken en bepaald. Provinciaal wordt er van u eigenlijk meer verwacht dat je een uitvoerende functie bekleedt. Daar worden de activiteiten ook, de werkzaamheden ook een beetje verdeeld onder de verschillende provinciale bestuursleden. Iemand is verantwoordelijk voor lezingen, iemand anders voor andere evenementen, iemand anders voor de financiën, het secretariaat enzovoort. Dus daar wordt er wel eigenlijk meer een actieve inzet verwacht van de mensen die daar in dat bestuur zitten. Mm-hmm. Hoe werkt jullie provinciale raad van bestuur? Is dat een toffe vriendschappelijke groep? Zijn de taken goed verdeeld? Wel, dat is inderdaad een toffe vriendschappelijke groep. Wij komen zeer goed overeen met elkaar. We hebben in het begin met een bepaalde persoon, waren er wat strubbelingen in het begin van de legislatuur, maar dat is vrij snel is dat opgelost in die zin dat die persoon zelf de meest voor de hand liggende oplossing gekozen heeft. Ik blijf daar weg, vervangen door iemand anders. En sindsdien vlot dat zeer goed. Het is een echt samenwerkende groep. De activiteiten zijn zeer goed verdeeld over de verschillende personen die er zijn. En we komen één keer per maand komen wij samen. En als er problemen zijn, dan wordt dat allemaal besproken. En dan wordt zeer vriendschappelijk wordt dat opgelost. Oké. Stelt u zich opnieuw kandidaat? Wel, ik hou mij voornamelijk bezig met de provinciale quiz, moet ik zeggen. Dat is nu al het achtste jaar dat wij in Brabant de provinciale quiz organiseren. We hebben die gelanceerd voor NEOS. Ondertussen zijn alle andere provincies ook ingestapt op die regeling. Zegt al wel. Dus voor de eerste keer gaan we nu naar een nationale quizfinale. En naar de toekomst zie ik mij nog altijd verder bezighouden met vooral met de provinciale en de nationale quiz. Oké. Daniel, provinciale raad van bestuur, nationale raad van bestuur, wat schaft dat? Oh, dat betaalt heel goed, hè. Oh ja, ik heb voor de rest geen pensioen meer nodig, hè, buiten die toelagen die ik krijg van NEOS. Nee, alle gekheid op een stokje. Ik denk dat de meeste mensen die bij NEOS vrijwilliger zijn, dat die vanuit hun vorige beroepservaring en zo, dat die al min of meer een beetje welstellend zijn. En je krijgt dan nog wel een kilometervergoeding en zo, maar dat is het ook. En voor de rest wordt er een beetje eigen inbreng verwacht van iedereen. Maar de verrijking die je daarmee krijgt, innerlijk, dat is enorm, hè. Dat is enorm. Niet geldelijk, maar van binnen, dat is fantastisch. Super.